Twee tegen één met glimmende monsters. Twee bros tegen elkaar. Wie is de echte Pokémon-meester? Je krijgt het voor elkaar. Hallo kijkers van Shiny Prize. Ook bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Glowing Garnet Shiny Cage Lock. Met Sander van Gaming SB. Die zijn stream heeft gepauzeerd, maar nu niet meer. Want hij heeft een gek intro momentje. Ja, hier, kijk. Dit klopt precies met de aflevering. Wat lekker! Wat een Engels leenwoord is trouwens. Oké. Okay. Nu hopen dat ik Brawly kan verslaan. Maar ik geloof dat Milan de Brawly kan verslaan. Bam! 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 Vorige aflevering heb ik Aerokutten geleerd met Alaskan Boolworm en toen was ik heel blij. Dat is fijn dat jij heel blij bent. Echt alle kleuren zitten zo'n beetje in dat beest. Ja. En dat houden we graag zo. Ik ga even testen hè, of Mudshot meer damage doet. Hé, hey, doet Foresight. Dan kun je wel lick op een normal type doen. Om te paralyzen. Nice. Wist je dat? Ja. Oh, dat deed echt superveel. Of niet? Ja. Mudshot? Nee. Ja. Nee, dat is niet zoveel. Maar wat voordeel van Mudshot is wel dat hij ook hij had echt 10% over. Ja, maar ik had hem al een keer geraakt. Ah, met water kunning. Ja. Tyroke? Nee, wees geen Tyroke. Helping the Hunting? Dat werkt niet. Het is geen double battle. Jij sweept die hele Brawly, jongen. Ja. Met Alaskan Boolworm. Ja, dat had ik waarschijnlijk ook gedaan als ik nog een Dustox had. Maar ik liet hem doodgaan, omdat ik een loserboy ben. Nou, hey. Dat valt er mee, hoor. Wat de fuck doe jij? Je hebt geen... Azula is eindelijk in action. Maar ik vind dat het wel meevalt, hoor. Ik heb bij jou nog geen PlayStation 5 gezien, dus... Nee, dat is waar. Toch, Nando? Ik moet nog steeds even kijken wat voor item... Trouwens, Nando, ik was echt trots op je dat je het antwoord van vorige aflevering goed had. Ja, dat vond ik ook wel gaaf. Dat jij zoveel van Inazuma Eleven weet dat jij gewoon weet wie Sander nadeed. Ja, dat vind ik ook dat wel. Dat is echt vet. Ergens... Zeg maar, kijk, tuurlijk, in seizoen 3 is het niet echt een obscuur karakter. Maar op zich, als je seizoen 3 niet gezien hebt, is het ook nog best wel een obscuur karakter. Op een gegeven moment, in het begin eigenlijk ook nog best wel. Maar later in seizoen 3 krijgt hij echt aandacht. Dat vind ik wel leuk. Aandacht. Mijn vent Steven is ergens. Wil je niet eventjes daarmee praten? Nee. Ik deed even Brawly na, trouwens. Sorry. Paralyzed? Ik ben toch geen big time rush, is of wel? Is het big time rush hier? Of zit ik bij een big time rush concert? Want ik hoorde dat je paralyzed was. Paralyzed. Alleen nog de Tyroke als het goed is. Niet Tyroke. Weet geen schafuit. Schopjak. Geen Thai schafuit. Ik heb allemaal Pokémon die slecht zijn tegen fighting. Jumbo Jet. Ah, Helping Hand, wat een loser. Mijn Riolu is echt badass. Hier, jongen, vuile bitta. Ik heb een gymleader verslagen met mijn Riolu. Nu moet hij evolueren. Lekkering. Nou, dat denk ik niet. Nee. Je gebruikt geen candies, hè? Ja, maar die zijn niet aan de minderende dingen, zeg maar. Als je nou wat bedoelt. Het is niet maar level up geeft normaal gesproken. Ja, oké. Okay. Friendship. En als je met level rare candies doet, niet toch? Weet ik niet. Maakt het niet uit. Ik loop even terug en dan gaan we zo'n battling doen. Oh, nu heb ik de Wikipedia pagina van Friendship opgestopt. Ja. Ik denk, ja, weet je, even checken wat ook alweer hoe dat zat, maar... Was het gewoon algemeen friendship? Ja, gewoon friendship op Wikipedia.
Ik denk nu denkt het, oh, ja. Nu denkt het algoritme, oh, hij heeft geen vrienden. Hij wil graag weten wat het is om vrienden. Hij wil weten wat dat betekent, hij weet het helemaal niet. Oh, doe jij de battle? Dan wacht ik keurig af. Dan doe ik eventjes Discord minimizing. Minimizing? Ik doe even zo. Ja. Your acquaintance, ja. Milaning. The battle will use these rules. Nee, dan wil ik niet. Weevil Underwood. Oké. Okay. Ik minimaliseer eventjes de Discord, zodat ik niet zie wat voor tactieken jij allemaal gebruikt. Ja, dat mag ook niet. Oké, we gaan naar Battle Starting, want daarna mag je toch je Pokémon kiezen. Wist je dat? Dat wist ik. Oké. Okay. Of wil ik... Nou, te laat. Ik heb het gevoel alsof jij eigenlijk altijd in het voordeel bent, behalve als je één Pokémon gebruikt. Oh, is dat slim? Nee, okay. Dat is niet slim. Nee, dat is niet slim. Oh, je hebt nog wel Lightning in je team, zie ik nu. Met een item. Want, ja, dat klopt, want die item heb ik nog niet gepakt. En Lightning die zat in mijn team toen ik de Brawly ging slaan. Oh, please. Doe niet wat ik denk dat je gaat doen. Ik denk dat ik een fout heb gemaakt. Namelijk. Oh. Dit wordt een leuk gevecht. Want? Oh. Ik zat er oprecht nog over na te denken om Makuhita in te zetten. Waarom mag ik niks doen, trouwens? Oh, nee. Duurt even. Nou ja, jij hebt die move ook. En dit is een beetje een double-edged sword wat ik nu ga doen. Yes, oké. Dit is heel goed. Voor mij dan. Yes, oké. Sorry Milan dat ik zo ga winnen. Oh, nee, jij gaat ook zo winnen. Oké, ja. Dat je zo wil winnen. Dit is gewoon de tactics. Ja, alleen ik heb wel het voordeel dat jij ook confused bedoel ik. Je bent helemaal niet paralyzed. Nou, de confusion is zo meteen ook een keer afgelopen. Dit is heel kut. Dit is echt heel kut. Ja, en de kans dat je mij raakt wordt steeds kleiner. Oh, je kunt Sand Attack missen? Dat wist ik niet eens. In dat geval. Oeh. Oh, wat een gezaai. Ik zie me dit ook echt voor me in de Pokémon animatiestijl, zeg maar. Dat ze dus gewoon steeds... Ja. Weet je wat extra kut is? Dat jij sneller bent dan ik. Ja. Dat snap ik. Oh, jij doet... Oh. Ja, je hebt natuurlijk een hoge attack. Ik heb mijn attack is omhoog, hè. Oh, je weet wel dat als ik wel raak, dat je echt fucking hard genaaid bent, hè? I know. Ik vind dit best wel een bold play, hoor. I know. Cool. Ja, dit is done. Nou, nog niet. Oh, wel, ja, de Sand Attacks nog. Ik denk dat je, doordat je Swagger hebt gedaan net, dat je hem een kans hebt gegeven om te laten winnen. Ik denk dat als je dat niet had gedaan, dat het voor mij sowieso onmogelijk was om te winnen. Dat is waar. Ja, nu heb je wel, Dick. Nu heb je wel gewonnen. Oh, wat een luck. Daar had ik echt heel veel geluk. Oké, miss. Out of confusion. Bite. Ja! Jammer. Hey, I did try. Ik geef hem een revive. Ik ben zo balen dat ik hem gemist heb. Of dat ik hem nu mis.
Oké. Okay. Erg jammer. Ja. Register. Ik pak jouw scherm er weer bij. Oh. Ik ging voor revive. Oké, Smarty Pansy. Dat denk ik ook wel, ja. En dan gaan we Linoen eventjes even swappen. Ja, dan moet deze in de deathbox. Jammer. Ik zat nog te denken om Makuhita te doen. Ja, ik zat eerst te denken aan Riolu. Alleen Riolu is een baby Pokémon. Dat had echt had niet goed afgelopen. Als jij Riolu had gedaan, had je sowieso gewonnen. Maar Riolu is een baby. Je hebt nu ook gewonnen, maar... tegen Mightyena, denk even. Ja, maar een baby Pokémon is super zwak. Hè? Die doet heel weinig damage. Dan had ik ook alleen gewonnen als ik geswaggerd was met een hogere ding. Want ik denk dat jij sowieso had gewonnen ook met de Mightyena. Dat denk ik niet, maar oké. Okay. Kunt testen. Je zou het in theorie echt kunnen testen, maar... Dat is niet hoe de serie werkt. Ga je nu alweer Candy Up in? Ja, ik heb Pokémon geswapt. Ah, je hebt... Oké, ja. Ik heb gewoon een vrij slot op dit moment. Anders is de Steve Arc niet meer goed. En ik wil de Steve Arc. Hey, evolutie. Dat is wel vet. In dat is het enige waarin ik wel jammer vind. Ik had die Wishma op zich wel ergens wel willen hebben. Maar ik heb er nooit bed voor terug. Dus ik ben daar wel blij mee. Waarom is hij nou weer lichter groen geworden? Oh. Ik vind dat wel beter. Misschien naast hoor. Ik vind deze mooier dan... Nou, die oranje had wel wat feller gemogen dan ook. Ja, ik vond de donkere groen ook eigenlijk wel mooier dan dit. Hm. Hij is zo iets meer... Is gewone Whismur trouwens ook niet... Louder ook niet groen, Shani? Dat weet ik. Nee, blauw toch? Nou, als jij het zegt. Ik weet het niet. Jij hebt Stefan Steen al gesproken? Ja, dus ik ga snel nieuwe encounters halen. Straks. Boven Slateboard. Boven Slateboard? Ja, dan is de eerste volgende encountering. Oh, ja, Slateboard. Dit is Doofert. Ja, ja, ja. Dan ben ik het met je eens. Zo. Pim, 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 pim. Ik heb heel snel een encountertje nodig. Rawr. Rawr. Gwagga gwagga gwap? Ja. Gwagga gwagga gwap. Dat is van Dialga. Dat weet ik. Want die heb je 100 keer gehoord. Nee. Voordat de shiny werd. Oh, nee. Niet 100 keer. Ja. 8900 ja. Nog wat. Of 700. 8700 nog wat, dat weet ik niet zo uit mijn hoofd. Check mijn Shiny Bingo video. Waar van dit jaar, daar ben ik nog niet. Dat gaat echt mislukken. Denk ik. Dat gaat echt. Nou, misschien op een gegeven moment wel hoor. Maar op dit moment staat het aardig stil. Dangerburning. Precies. Ik heb wel relatief makkelijke shines, dus als ik het in de zomervakantie wil oppakken, dan zou ik in principe die hele bingo kaart vol kunnen hebben. Lekker, man. We moeten binnenkort even een datumpje breaking met z'n allen. Ja, zeker. Nou, ik wil niet tegen die bitch praten. Die denkt dat ze heel cool is, omdat ze contest doet.
Dat is wel een leuk muziekje trouwens, deze, die ik nu hoor. Ja, ben je blij met je liedje? Ja, ik ben blij met je liedje. Slayport, let's go! Oeh, allemaal minen! Funtiefus. Ook allemaal. Ja, dat is echt kut. Maar ik weet dat er meer Pokémon te vangen zijn daar, maar de kans dat je een mining krijgt is best groot. Ja, de kans... Electric, hè? Kut. Oh, wacht. Ik moet wel Sweet Center doen. Minen. Is het in... hoe heet het? Hoort misschien niet dat er alleen maar miners zitten. Het zou kunnen hoor. Ik ga nog twee keer doen. Als alle 20 miners zijn. Dan ga twee ik keer heb je de 10, maar dat is ook goed. Ik heb toch al twee keer gedaan. Excuse. Oh, je hebt wel een shiny. Goed voor de tyfus. Oh, dit had ik niet moeten doen. Er zit ook 1 plus al tussen. Yeah. Ja, dit is heel kut. Eén voordeel, ik kan hem nu wel zeggen dat dat een dupe is. Ja. Not amused right now. Ik zou echt niet erg vinden als ik deze zou failen. Maar als je hem failt, moet je hem wel weer vangen als je hem weer. Nee, dat is waar. Godverdomme, ook nog paralyzed. Oh, je vraag is nu beantwoord. Hij heeft er hier een gasje ingezet waar je alle stones kan kopen, mocht dat nodig zijn. Goed om tot te houden. Dat is zeker interesting. Oh ja, tuurlijk. Als ik het doe, krijg ik twee keer. Maar als een fucking Dwebble rock dinges doet... Wacht, is dat wel een shiny? Ja. Maar waarom heeft hij dan een alpha teken opstaan in plaats van een min teken? Ach, waar? Ja, dat zie je zo niet. Maar als je inzoomt straks... Ja, want het is geen delta. En hij gaf volgens mij ook glimmertjes. Spark, oké. Okay. Oh, wacht. Ja, op zijn wangen. Ja, maar het is wel een shiny volgens mij, hoor. Hm. Een zigzag oon. Quick attack, doe dan. Hij deed het echt. Oké. Okay. Wat heb je in de interesse allemaal gevonden? Ja, alleen zigzag oon en een minen. Oh. Normaal kan je hier ook Electrike tegenkomen. Met Electrike zou ik wel zeer blij zijn. Ja, ik ook. Oh ja. Weer Thunderwave. Hou op met Thunderwave. Thunderwave after wave. Ik ga Quick Attack doen. Oh! Magnemite. Ah, fuck. Oh ja, als deze niet in een Pokéball zit, ik word echt woest. Jij krijgt allemaal Magnemites, ik wil ook een Magnemite. Yo, wat chill, ik heb een Minum. Leuk, hè? Nee, fijn. Nee, leuk. Top.
Had ik deze maar Steve kunnen noemen. Wat is echt een kut karakter in Inazuma Eleven? Alle karakters? Gewoon noem hem Inazuma. Wie is echt irritant ook gewoon. Die staan allemaal in Japans, dat kan ik toch niet? Dat kan ik toch niet, Mion? Snap ik dan niks van? Daar snap je helemaal niks van. Jim? Oh ja, nee, die is wel prima. Timmy? Timmy Turner? Timmy. Timmy valt te... Ja, die is wel irritant genoeg. Sam? Wie is Sam dan? Nou, dat is die krullenbol. Wie is dit dan? Ik had wel echt verwacht dat hier ook nog Electric zouden zitten, maar... Is dat hierboven, hè? Is dat een andere route? Hoe doe je? Dat helemaal in het verlengde van hier, bovenin, waar ook de May Battle is. Oh, dat weet ik toch niet. Hier, kijk, gewoon Electric. Misschien moet ik gewoon geen hordes doen. Dat sowieso. Hey, Wingull. Oké. Hey, Gulpin. Allemaal keuzes. Wie is Johan Tasman? Nee, die is niet irritant genoeg. Oh, dat ik daar niet eerder aan had gedacht. Oh, het is een jongetje. Nou en. Boeien. Heet zij? Oh ja, Sue heet ze. Sue is de irritantste personage in Inazuma Eleven. Oké. Ik snap niet dat ze die erin hebben gestopt. En dat zeg ik niet omdat dat een van de weinige meiden is die erin zit. Zo ben ik niet. Ik heb geen nekbaardje. Alhoewel. Oh. Wat hebben nekbaardjes daarmee te maken? Ik snap de connectie. Nekbeards? Als het concept nekbeards. Oh, ken je dat niet? Nee, dat ken ik niet. Van die vuile... Seksisten? Ja, seksisten. Ik dacht al, niet racist. Nee. Maar even kijken, want dit is route 110. Maar ik wil niet route 110. Nee, je kan er niet weg. Ja, kut. Kan ik nergens anders iets nuttigs? Ik wil iets leuks vangen. In Sleepport City kun je fishing. Misschien. Hebben we de Fishing World wel opgehaald trouwens? Ik wel. Ik niet waarschijnlijk. Ik heb nog geen water type, dus ik denk dat ik voor fishing ga. Oké. Ondanks dat het naar is, maar ik moet even een normaal personage krijgen. Oké, waar haal je de fishing part op? In Duvert en dan aan de fisherman die beneden staat. De vraag is, ga ik het in Duvert doen? Ik denk het wel. Ik ben nu toch al hier. Welke? Oh. Deze denk ik.
Oké, we going chain fishing. Hoe werkt dat eigenlijk? Gewoon op tijd doen, maar met de odds. Hey, nice. Wrijf het er maar in. Oké. Ik ben niet heel salty daarom hoor, trouwens. Goed zo. Krijgen we tenminste nog een mooie Pelipper te zien. Zo werkt dus niet chain fishing. Trouwens. I reeled into slow, low. Nice. Misschien kan ik beter eventjes zo dat ik je beter zie. Anders staat je character ervoor. Hoezo nothing seems biting? Hou op. Leave me alone. Kan ik hem ook? Register, ja. Dan kan ik gewoon op I drukken. Nou weet ik niet wat I is, maar dit is I. Oké. Hoe heten die vogels ook weer die post leveren? Die hawks? Oh, hebben die een specifieke naam? Dacht ik, ga even opzoeken. Ik weet het niet. Oh, een messenger hawk. Messenger hawk? Ja, ze hebben op een gegeven moment die messenger hawk en die noemen ze Haki. Ah. Ik vraag me vooral, ik ben vooral verbaasd dat het gewoon messenger hawk is. Ja. Korp. Korp. Ja, zie. Kun je ook iets zien van hoe ver je fishing chain is of niet? Nee. Nou, dat is wel naar. Want ik heb nu ook een aantal keer dat ik niks heb. Dan is je chain al verbroken. Wat? Ja, daarom moet je... de echte chain method is, zeg maar, dan moet je ergens in een hoekje staan met... met waar stenen bij. Ik denk dat het nu nog niet kan hoor. Maar ook dicht bij stenen. Want dan heb je de grotere kans dat je altijd iets aan de haak hebt. En dan moet je een Pokémon met de ability Compound Eyes. En dan heb je een grotere kans dat je vis aan de haak slaat. Ik dacht dat het makkelijk was. Maar nu blijkt dat het fucking moeilijk is. Klote zooi. Maar ik wil wel echt even een Water-type Pokémonnetje, want met Plusle ga ik echt niet mijn leven... Reeled into slow, dat sloeg echt nergens op trouwens. Ik ga echt niet mijn leven voortzetten met een Plusle in mijn team. Dan ga ik nog liever met 5 Pokémon door. Zullen wij zo de aflevering bij? Als het dom is. Dat kan. Ja. Dan wil ik iedereen bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Dan zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.